Het energiesysteem van de toekomst. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? En hoe gaan we het bouwen? Ons energiesysteem ziet er in 2050 heel anders uit dan nu. Dat is zeker. We ontwikkelen namelijk een volledig klimaatneutraal energiesysteem en vervangen fossiele brandstoffen voor energie uit zon, uit wind en duurzame gassen, zoals waterstof. En dat betekent dat ons hele energienet op de schop moet. Wat we precies moeten doen, is onderzocht door GasUnie, TenneT en de regionale netbeheerders. En dat kun je lezen in het rapport Het Energiesysteem van de Toekomst voor de periode 2030 tot 2050. In deze video neem ik je samen met de projectleider van de verkenning, Marijke Kellner, mee in de belangrijkste resultaten. In 2050 is de vraag naar elektriciteit naar verwachting 2 keer zo groot als nu, omdat we heel veel elektrificeren. Zowel onze auto's, onze huizen en de industrie. Naast elektriciteit hebben we ook nog duurzame gassen nodig, zoals waterstof en groen gas. Die gaan de rol van fossiel overnemen als grondstof en energiebron in de industrie. En ze worden ingezet in het vrachtvervoer, vliegtuigen en schepen en misschien wel voor het verwarmen van onze huizen. En niet alleen de vraag is veel groter, ook het aanbod van energie is op sommige momenten veel groter dan nu. Maar dus niet de hele tijd. En daar zit nu precies de uitdaging. Nu nog bestaat ons energiesysteem uit 3 onderdelen. Elektriciteit, gassen en warmte. En we produceren precies zoveel elektriciteit als dat er nodig is. Maar dat gaat veranderen door het gebruik van zon en wind. Om ervoor te zorgen dat het energiesysteem dat verschil tussen vraag en aanbod aan kan, moeten we volgens het onderzoek in ieder geval het elektriciteitsnetwerk uitbreiden. Maar ook het landelijk aardgasnetwerk gedeeltelijk ombouwen voor transport van onder andere waterstof. En infrastructuur aanleggen voor het transporteren van warmte en CO2. En dat niet alleen. We moeten deze netten ook aan elkaar koppelen en zorgen dat er zo een integraal systeem ontstaat dat tegen een stootje kan. En garandeert dat de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar blijft. Marijke, ik ben toch wel heel benieuwd. Gaan we dit redden? Jazeker. Die uitbreidingen en aanpassingen, daar zijn we al heel druk mee bezig. Maar er is nog een verdere versnelling nodig. Want 2050 is al heel dichtbij voor de netbedrijven. We hebben ook flexmiddelen nodig. Om ook energie te kunnen opslaan bijvoorbeeld. Voor momenten dat de zon niet schijnt en de wind niet waait. Oké, maar vertel, hoe kunnen we al die energie dan opslaan? We kunnen energie opslaan in batterijen bijvoorbeeld voor de korte termijn. Maar we kunnen ook gas opslaan en dat kun je langer bewaren. En dat doen we in buffers. En die moeten we wel snel gaan maken, want die hebben we nu nog niet. Daarnaast moeten we ook energie omzetten. Van elektriciteit naar waterstof of warmte. En van waterstof weer terug naar elektriciteit. En die waterstof en warmte kunnen we inzetten voor de industrie of bewaren in een buffer voor een later moment. De combinatie van al die dingen maakt het tot een robuust energiesysteem. Oké, duidelijk. Waterstofleidingen dus, meer stroomnetten en ook de opslag. En zijn we er dan? Nee, nog niet. Want je hebt ook leidingen nodig voor transport van warmte en CO2. En ook die maken onderdeel uit van het integrale, robuuste energiesysteem. En alles is met alles verbonden. En dat is belangrijk, zodat je ook energie kan leveren op het moment dat het nodig is. Net als nu. Voor alle aanpassingen aan het energiesysteem hebben we ruimte nodig. Zowel boven als onder de grond. Hoeveel ruimte we precies nodig hebben en ook waar precies, ja, dat is afhankelijk van de keuzes die we maken. Bijvoorbeeld waar zon- en windparken komen. En waar die windenergie van zee aan land komt. Waar we de energie dan omzetten naar waterstof. En waar we nieuwe duurzame gascentrales nodig hebben. Verder is het doorslaggevend hoeveel energie we in Nederland zelf willen produceren en hoeveel we willen importeren. Want als we zoveel mogelijk zelf willen voorzien in onze energievraag, dan kost dat veel meer ruimte dan wanneer we kiezen voor meer import van duurzame energie.
Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we slimme keuzes gaan maken over hoeveel energie we nodig hebben en over waar alles komt te staan. Moeilijke keuzes, denk ik, Marijke. Wie maakt deze keuzes? Het is de politiek die die keuzes maakt op basis van maatschappelijke afwegingen. Zoals hoeveel gaat het kosten? En hoeveel ruimte is er nodig? En is het uitvoerbaar? En daarbij is het belangrijk dat je naar het hele energiesysteem kijkt en daarna de beste oplossing zoekt. Maar hoe pakken jullie dat dan aan? Nou, dat vraagt om samenwerking met het Rijk, met provincies, gemeentes, met producenten van energie, maar ook met gebruikers ervan. En Marijke, hoe zorgen we er dan samen voor dat we de ruimte slim gebruiken? Want daar is de regie voor nodig. En daarom doen we ook een dringend beroep op de overheid om regie te nemen. Wij hebben het initiatief genomen voor deze studie om ook inzichten aan te reiken die helpen bij het maken van de goede keuze. We willen graag aan de slag met grote projecten om ook het energiesysteem klimaatneutraal te maken in 2050. De overgang naar dit duurzame energiesysteem vraagt grote investeringen. In de infrastructuur, maar ook in mensen en kennis. Nou, hoe hoog de kosten precies zijn, is onder andere afhankelijk van hoe groot de verbouwing gaat zijn. Het wordt in ieder geval een miljardenoperatie. Als je het systeem heel efficiënt aanlegt, kan dat tot flinke kostenbesparingen leiden. Maar we moeten ook investeren in mensen. Want voor het uitvoeren van deze grote verbouwing zijn mensen nodig met de juiste technische achtergrond. En juist daar hebben we in ons land nu al een groot gebrek aan. De netbeheerders leiden zelf mensen op, maar we moeten ervoor zorgen dat we veel meer technisch geschoolde mensen krijgen. Marijke, hebben jullie ook al nagedacht over hoe we deze verbouwing gaan betalen? Die kosten die betalen we met elkaar. Zowel de overheid als ook de bedrijven en ook de burgers. Maar we moeten ook kijken wat het oplevert. Een klimaatneutraal energiesysteem. De ruggengraat van een duurzame economie en samenleving. En dat levert veel nieuwe banen op. En ook kennis voor onszelf en ook om te exporteren. Oké, maar wat doen jullie nu al? We zijn nu al echt heel druk bezig met de uitbreiding van de elektriciteitsnetten. Zoals de hoogspanningskabels op land en op zee, maar ook de kabels in de woonwijken. Daarnaast starten we met de aanleg van een waterstofnetwerk. Landelijk met verbindingen naar het buitenland. En ook buffers om waterstof op te slaan. Verder zijn we in de Rotterdamse haven begonnen met het leggen van leidingen voor een warmtenet en voor CO2. Er is dus heel veel werk aan de winkel. We moeten dus wel echt veel meer tempo maken om de klimaatdoelen te halen. Zoals ik al zei, 2050 lijkt ver weg, maar is heel dichtbij voor de aanpassingen in het energiesysteem van de toekomst. Wat we daar in ieder geval voor nodig hebben? Tijdige keuzes voor locaties, zodat we aan de slag kunnen. Technische professionals om het energiesysteem op te bouwen. Maar vooral een duidelijke regie vanuit de overheid. Want de keuzes die we nu maken, bepalen of we op tijd een klimaatneutraal energiesysteem zullen hebben.